Jij doet toch geen kroontje op? Zo Zeus, hoe was het bij de dierenarts? Hoe vond je het? Vond je het leuk? Of vond je het niet zo leuk? Ja, en welke dag is het vandaag? Maandag. En naar welke film gaan we? Naar The Secret Life of Pets 2. Ja, en hebben we er zin in? Ja! Yeah. Nou, gaan we lekker naar de stad. We zijn nu in een kattencafé en ik ben nooit in een kattencafé geweest, ja. Maar het is wel heel leuk hier. Ja. Ja, we zijn er nu, hè? Ja. Gaan we eerst even kiezen wat we willen eten, ja? Kijk nou, wat een grote kat. Dat is dezelfde kat als vandaag, kijk. Dat is Chloe en dan hebben we ook nog Arwin. En Arwin, dat is haar broer. Ja. Leuk. Is hij een beetje bang of niet? Ja. En laat die ene eens zien, die witte in dat mandje. Nee. Oh, wat een puppy. Kijk nou. Hallo. Die is super fluffy. Ultra fluffy. Ja, die hoort niks, hè? Voorzichtig. Maar je moet even achter je kijken, wat daar ligt. Oh, wauw. Pas op met de eieren. Hij kan kwijlen. Het staat hier. Hier, pas op met de eieren. Kan kwijlen. Oeh, ik durf bijna niet te aaien. Je bent op de vlog. Ja, bijt toch niet om zo. Ik zag katje op. Nee, die dunne. Nee, op Zeus. Nog een mee, Koen. Oké, die ligt lekker te slapen. Ja. En nog één. Nou, wat leuk. Lekker. Nee, ik ben niet zwanger. Ik heb zware botten. Oh. Nou, dat zal Eros dan ook wel hebben. Oh, hallo. Oh, jee. Ach, jeetje. Oh, goed je toch. Hi. Oh, jee. Ik kan praten. Wat leuk. Oké, kijk, die zit hier te drinken. Oh. Wat lekker. Hallo. Hi. Lieve meiden. Dat is wel leuk lunchje zo, hè? Ja. Toch? Dat is wel het leukste café waar we ooit zijn geweest. Ja, ik durf hem gewoon bijna niet te aaien. We zijn een leeuw, hè? We zijn een leeuw. Hij is lief, niet normaal. Als je hem aait, kan hij gaan kwijlen, dus je moet nu oppassen. Oh, maar dat vind ik niet erg. Ja, mooie kop, hè? Oh. Maar hij lijkt wel een leeuw. Ja, zeker, hij is een leeuw. Ah, senor. Maar ja, ze zijn overal van die bordjes. Ja, leuk. Dus iedereen heeft echt zijn vaste plek hier. Ja, kijk maar. Oh, gosje. Zijn hier meer katten? Wauw, die hebben nog ooit gedacht. Ja, je kom. Oh, ja, je wordt beroemd hoor. Kijk eens, wat ben je mooi. Ja, prachtig. En hij is heel maar groot. Oh, wauw. Wat lief, hè? Ik vind die vacht zo mooi, die kleurcombinatie. Ja. Wauw. En die ogen? Oh, wat ben jij knap. Wauw. Echt een knapperd. Zo, hebben jullie lekker gegeten? Ja! En waar hebben wij gegeten? Dat is bij dit kattencafé. Ja, echt hè? En ik heet de Coffee Cat. De Coffee Cat? Nou, hey, superleuk. Jongens, we zagen een hele schattige. Ja, leuk hè? Eentje voor het raam. We hebben nog 11 katten. Niet zo. Dus we hebben 11 katjes. Ja, hier nog 20 katten. Dus we hebben een nieuwe hotspot om te lunchen, denk ik hè? Ja. Nou, zullen we nu maar naar de bioscoop gaan dan? Ja! We zijn weer thuis van de film en het kattencafé. En we hebben ook lekker geshopt ergens. Dus nu ga ik even de kleren laten zien die ik heb. Hier heb ik een leuk jurkje van Nick en Nick. Waar overal lol staat in het roze. Het is een rood jurkje. Een beetje een Valentijnsachtig jurkje, vind ik. Ja, ja, dat is inderdaad, ja. Leuk voor Valentijnsdag. Dat is wel in ieder geval. En hier heb je dit leuke shirtje. Ik vind hem eigenlijk super leuk. En bij dit shirtje past er ook wel een leuk
broekje, die vond ik er mooi bij passen. Want kijk, heb je hier dat roze wat hier ook zit. En dat vond ik wel zo'n leuke combinatie. Ja, heel leuk setje. Een beetje zo'n hele zomerse pastelcombinatie. Leuk. Hoe vond je de film? Leuk. Ja, hè? Was grappig. Ik praat een beetje mom, maar ik ben ook een beetje mom. Nadat je een film hebt gekeken, ben je wel een beetje... Beetje suf, hè? Nou, ja. Dan gaan we de rest van de dag even lekker chillen. En dan zien we de kijkertjes morgen weer op dinsdag. Nou, dit is vandaag... Dinsdag, hè? Dinsdag. En vandaag zijn we nu onderweg op een andere dag gaan we een foto. Ja, en jullie hoeven niet naar school, hè, vandaag. Weet je wat voor dag je hebt op school? Ja. Het is een studiedag, hè? Ja. Ja, dan hoef je niet naar school. Ja, we zijn dus nu onderweg naar onder andere. En daar hebben de kinderen een fotoshoot. En ja, ik wil wat dingetjes veranderen aan het kanaal. Ik wil een nieuwe banner en zo. En ja, daar gaan we fotootjes voor maken. Dus daar hebben we heel veel zin in. En wat ook heel erg leuk is, is dat we al bijna de 100.000 abonnees hebben. Op dit moment hebben we 93.000 abonnees. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even. Zou het super tof zijn als we die 100.000 gaan halen. Nou, dan gaan we nu gezellig naar Apeldoorn. Gaan we een leuke dag van maken. Kijk, hier liggen allemaal leuke spullen. Mooie prinsessenkroon. Wacht. Ja, doe toch geen kroontje op. Hé, wat hangt er aan de muur? Hier, moet je hier even laten zien. Kijk, hier zo. Heb je zo'n soort van wall of fame? Hier zo. Oh ja. Hangen al die fotootjes. Ja. En waar was jij, Haley? Nee, mama. Heb je al een smoppet? Oh, hier. Oh nee, dat heeft hij nog niet. Haley, kijk. Oké. Oké, heeft een verrassing voor je. Ik heb een small vraag of ik het mag geven, maar Rob, Ivanis, ik mag het vast wel geven, toch? Nu zien ze het natuurlijk niet, dat ik ze weggeven heb. Hoe is het weer? Kijk eens, moet ik even een kindermaat gaan maken. Zo, past die? Als je nou het... En natuurlijk de bril. Oh, dat vindt hij tof, hoor. Heel stoer, hè? Kijk eens. Van Smoor. En natuurlijk nog een bandje. Oh, Heden is wel fan van Smoor. Ben je fan van Smoor? Ja, heel erg. Nou, want joh. Oké, wat gaan we nu doen? Wat heeft Alex nou? Hij had hem in de kast gezet. Oh. Okay. Een glasplaatje. Want wat gaan we doen? Wat gaan we filmen, Heden? Ja, laten we eerst even kijken wat... Wat gaan we zo opnemen? We gaan alles overrijden. Alles wat daar staat, dan gaan we overrijden met die auto. Ja. En dan gaan we dit allemaal kapot rijden. En dat zien jullie, lieve kijkertjes, in een andere video, hè? Nou, ik ben benieuwd. Ja, de arme zeemermin, ja. Eieren. Nou, leuk hoor. Het is inmiddels woensdag en het is al 5:05 s'avonds. En ja, we hebben eigenlijk niet echt gevlogd vandaag. En ik zit hier samen met... Alleen met Haley. Dan zijn we met z'n tweeën. En waarom? Pablo is werken. En Haley die heeft gezellig een kinderfeestje. Dus die is vanuit school meteen meegegaan met het feestje. En nou ja, wij gaan nu lekker avondeten met z'n tweeën. Ik heb garnalen gemaakt. En wat hebben we gisteren gegeten na de fotoshoot? Sushi, hè? Sushi, ja. Ja, gisteren zaten we ook lekker vis te eten. Daar houden we heel erg van. En ik wil jullie nog iets leuks vertellen. Ik ga nog niet verklappen wat. Maar gisteren waren we dus bij ons management. Hé, hey, Haley, we hebben een fotoshootje gedaan. Mm-hmm. En wij zijn gisteren begonnen met een geheim project. Ja, een geheim project voor Broer en Zus TV. Maar wat gaan we erover zeggen, Haley? Helemaal niks nog, hè? Nee. Dus als je wil weten wat dat geheime project is, dan moet je echt vooral eventjes abonneren op ons kanaal en op het belletje drukken, want dan krijg je een melding zodra er een video online gaat. En ja, dat geheime project... Misschien zie je er ook wel eens een melding van. Ja, dus wie weet krijg je binnenkort een melding van dat geheime project. Je moet denk ik nog wel eventjes geduld hebben, maar het gaat niet heel lang meer duren. Dus ja, meer ga ik niet over zeggen. En wij gaan even lekker met z'n tweeën lekker genieten van onze garnalen. En we hebben ook weer bezoek erbij. Want Poes. Poesen die houden ook van garnalen. Ik kijk dus eigenlijk een beetje. Kijk, die zitten alweer bij Haley te bedelen zo. En dan thuis twee broertjes, de bedelbroertjes. De bedelbroertjes. En hij is het allerergst, Zeus.
Zodra de vis is, dan zit hij op de eerste rij. Goed, wij gaan lekker eten en wij zien jullie lekker morgen weer op de donderdag. Doei! Zo, hallo! Het is vandaag donderdag. Weer een nieuwe dag. En kijk eens wie er weer is bij ons. Daar is Hayden. En wat ben je allemaal aan het doen, schat? Je was druk bezig met je Lego, hè? Ja, al de hele dag. Ja. Nou, niet de hele dag. Want eerst ben je vandaag naar school geweest. Dan ging ik lekker spelen. Lekker spelen. Ja, Haley en Hayden die zitten op een school en het heeft een continu rooster. Dus dat betekent dat ze elke dag tot 2 uur naar school gaan. En om 2 uur zijn ze dus uit. En ik heb vanmorgen mijn boodschappen gedaan. Ik heb lekker opgeruimd in huis. En kijk eens wie hier ook zit. Die zit daar op bed. Onze lieve Zeus. En morgen gaan wij even met Zeus naar de dierenarts. Voor de 2e keer, hij moet zijn herhalingsprikje, want alle poezen worden weer ingeënt. En hij moet nu een herhalingsprik, zodat hij weer helemaal goed beschermd is tegen allerlei poezenziektes. Maar het gaat ook niet zo heel erg goed met hem, want we merken toch wel dat hij wat ouder wordt. En waarschijnlijk heeft hij artrose, en dat is een soort van botontkalk. Ik weet ook niet precies wat het is, maar hij heeft daardoor best wel veel pijn met lopen. En nu hebben we dus medicatie voor hem. En nu gaat het wel iets beter. Maar we merken dat het toch nog niet helemaal goed met hem gaat. Hij is wel vrolijk en hij... hij is vrolijk en hij eet goed. En je ziet hier dat hij een kale plek heeft boven zijn oog. Ja, maar dat komt omdat hij van de week is gestoken. Waarschijnlijk door een wesp. Dus hij had echt een heel erg dik oog. Maar goed, dat was niet zo heel erg. Maar het is niet zo leuk als dat gebeurt. Maar morgen gaan we dus met hem naar de dierenarts. Wat is er? Hij zweeft. Gebeurt hier van alles met de Lego? Mama, dan moet je dat niet filmen. Oh, wat dan? Oh, je mag het niet zien? Kijk, jongens. Kijk, hij zweeft. Oh, hij zweeft. Ja, hij kan toveren met zijn Lego. Nee, kijk, hij zweeft echt. Mijn hand eronder. Maar hier staat dus een hele mooie verzameling Lego van Hayden. Hij is echt gek op Lego. En daar is de kast. En hier in de kast heeft hij nog van alles liggen. En wat was nou het nieuwste wat je had? Nee, die achter je, die boorauto. Ja, deze had hij dus laatst gekocht van zijn zakgeld. Soort maar van... kijk wat ik kan. Oké, niet mijn hand filmen. Oh, niet je hand zeg maar. Oké, nu zo. Wauw. Dat deed ik niet, ik kom allemaal omhoog. Ja, zijn handen omhoog, handen omhoog. Ik ga nu eventjes vanuit de kamer van Hayden, dan ga ik even door naar Haley. Die zit in de slaapkamer van mijn Paolo en zij is lekker aan het gamen, want dat doet zij heel erg graag als ze uit school is. Hè? Lekker gamen. Kijk, dit is mijn poppetje in Royal Height. Ja, dat is Roblox. Je kijkt wat we zien aan de camera. Okay, ik ben al best fit. Ik zal hem even laten zien. Hier speelt Haley Roblox. Het is een spelletje wat ze leuk vindt. En hoe heet dat? Royal Height. En wat moet je dan doen? Het is gewoon eigenlijk een schoolleventje. Kijk, je kan diamanten verzamelen. Die liggen allemaal op plekken verspreid. En van die diamanten kan je dingen kopen. En dan kan je bijvoorbeeld zo'n jurk halen en zo. En dat kun je ook kopen met Robux. En wat ook is... dan heb je ook verschillende klassen. Dus dan kan je ook echt dingen doen. Want er zijn 2 dingen waar ik niet mee aan kan doen. En dat is baking en computerles. Dus daarom is het hier zo leeg ineens. Omdat iedereen naar baking is. Ik kan niet bakken en geen computer doen. Waarom niet? Want dat kan je alleen doen op een computer. Nou, dat is dus even onze donderdag. Hayden die lekker aan het spelen is. En Hayden die lekker aan het gamen is. We zitten straks in het avondeten, douchen en naar bed. Haley die gaat rond 8:30 naar bed. En Haley gaat altijd rond 7:30 naar bed. Nee, kom op. Is vandaag vrijdag? Nee, vandaag. Ja, morgen is vrijdag. Dus we weten nog niet helemaal wat jouw planning is morgen. Of jij waarschijnlijk bij Joy gaat spelen. Elke dag is een beetje verrassing. Soms zijn ze bij je vriendjes en vriendinnetjes aan het spelen. Maar goed, dat was dus eventjes de donderdag. En dan zien we jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en Haley en Hayden die zijn allebei op school. En zoals ik al had gezegd gisteren, wij gaan eventjes met Zeusje naar de dierenarts. En hij vindt het niet zo leuk, het is wel heel erg zielig. Maar goed, hij moet dus nog een prikje en we gaan eventjes bespreken of hij nog de medicatie moet. En vannacht ging het ook niet zo goed met hem, we denken dat hij een beetje dement wordt. Maar ja, we gaan even kijken wat de dierenarts zegt.
het even laten zien wat hier in zijn kooitje zit. Hier zo. Hé, hey, jongen. Wel spannend, hè? Ja, ik vind het echt niet zo leuk. Maar goed, het moet eventjes gebeuren, hè? Hé, hey, zusje. Ben je naar de dierenarts? Zo, Zeus. Hoe was het bij de dierenarts? Hoe vond je het? Vond je het leuk? Of vond je het niet zo leuk? Ik vond het niet zo best. Nee, hè? Nou, je hebt weer een prikje gehad, dus je bent weer helemaal ingeënt. En voor de rest gaat het eigenlijk wel goed, hè? Hebben we dat ook weer gehad, hè, jongen? Mag je weer lekker naar huis? Zo, het is inmiddels is het alweer 4:00 PM. De kinderen zijn uit school. Haley is met haar vriendin Joy mee en die gaat lekker bij haar logeren. Super gezellig. Dus morgenochtend is zij weer thuis. En er ligt hier iemand op de stoel te slapen. Ik moet hem even wakker maken. Eden. Wakker worden. Hé, hey, wat hebben wij net gedaan? Want wij zijn net eventjes naar de stad geweest. Ja, wij zijn naar de stad geweest. Ik heb een nieuw kleding gekocht van Ajax. En weet je waarom? Omdat mijn vriend het ook heeft voor ons. Ja, Heden heeft dus een Ajax tenuutje gekregen. Groen. Ja, groen, ja. Ja. Want hij wilde heel graag een voetbal outfit. Ja. Oké, okay, nou wij gaan dus straks even lekker gezellig met z'n tweetjes eten. We zijn de hele avond met z'n tweeën. Want ja, Heli is dus logeren en Pablo is niet thuis. Dus ja, en Heden gaat nu even lekker buiten spelen. Oké, het is alweer tijd om te eten. En Heden heeft lekker buiten gespeeld. En wat is er gebeurd buiten? Ik ben gevallen toen ik naar binnen moest. Ja, hij viel zo over zijn fiets. En toen kreeg hij een andere fiets op zich. Ja, weet je welke fiets het was? Die van Björn, de oude. Van je vriendje, hè? Ja. Dus ik had allemaal sneetjes op zijn been. Gaat het wel weer? Ja. Ja? En Heden is lekker lasagne aan het eten. En ik eet weer mijn vegetarische pizza. Nu denken jullie misschien, oh wat eten jullie vaak pizza? Nou, dat valt wel mee. Alleen deze keer toevallig. Nou goed, wij gaan lekker een filmpje kijken. The Groots. Dat vindt Heden een hele leuke film. Ja, dat gaat over een soort van holbewoners of zo van vroeger. Dat is eigenlijk best wel grappig, die film. En dat is Heden's lievelingsfilm. Dus die gaan we lekker samen kijken. We hebben lekker glaasje cola erbij. Haley is lekker aan het logeren bij Joy. Die heeft een heel leuk zwembadfeestje, dus die heeft het hartstikke naar de zin. En wij gaan even lekker met z'n tweeën chillen verder vanavond. Ja, zonder Haley. Ja, zonder Haley en zonder papa. Dus wij zien jullie morgen weer. Het is vandaag zaterdag en ik heb gezellig bij Joy geslapen. En nou, waar we eigenlijk waren is, we gingen dus in het huis slapen van de ouders van... Stephanie, en dat is de moeder van Joy. En die hebben echt een heel best groot huis. Dus een mooie plek om te zwemmen. Oké, okay, en wat gaan we nu doen? Naar het kattencafé. Naar kattencafé de Coffeecat. Ja, daar waren we van de week ook geweest. Ja. En we moeten vandaag even shoppen voor papa, want morgen is het vaderdag. Hallo, Siaatje. Sia. Mooi kind. Mooie ogen heeft ze, hè? Die is ook heel lief, hè? Heel lief, Siaatje. Als je hier bij de Coffeecat komt, dan weet je in ieder geval dat Sia echt heel lief is en kindvriendelijk. Hallo, Siaatje. Jij bent een knapper. Sia gaat lekker chillen. Kijk eens, en daar is die hele, hele grote. Dit is dus een vrouwtje. En dit is het zusje van de allergrootste kat hier. Deze is dus echt het ene grootst. Super fluffy staart. Ligt ze heel gewoon lekker hier. Dat is kattenschilderij. En dan... Ja, deze is heel zacht, hè, Heden. En heel lief. Ik ga hem kammen, ja? Nee, het is een meisje. Wist je dat? Dit is het zusje van de ene grootste. Nou, van de allergrootste eigenlijk. Zij is de ene grootste. Dit is een pers. Met zo'n plat snuitje. Kijk nou! Oh. Deze is heel lekker zacht. Hè? Want kijk, de katten mag je ook aaien. En hier is zo'n doosje met borstels. En ja, dan worden ze lekker gekamd en zijn ze extra flappy. Zullen we even bij die andere gaan kijken? Ja.
En hier heb je er nog eentje. Kijk, nee, ik ben niet zwanger. Ik heb gewoon zware botten. Laten we bij die kat. En kijk, dat is de allergrootste kat. Die zit daar. Daar zit er ook nog eentje. Mama! Wow, Heden. Persje, jij bent leuk. Jij bent mijn favoriete. Oké, wat gaan we lekker eten? Nou, ik heb tosti en Heden. Je hebt tosti en fruit. Lekker. En mama. En we zitten bij aan tafel. Heet Diva. Diva, ja, Diva. Eet smakelijk. We zijn in de speelgoedwinkel. En wat ga je kopen voor je zakgeld? Ik weet het nog niet, maar ik ga het zien. Je hebt ongeveer 20 euro, hè? Dat is de laatste. Ja, weet je die? Ja. Oké, okay. Jij neemt die. Weet je wat ook nog het echt is? Het is toch een ijs en dan kan die altijd de grondstuk zagen. Dat is een Monster High. Ja. Oh, die poppen wilde je gaan sparen, dat toch? Dat is 20 euro. Die poppen wilde je sparen, toch? Mm-hmm. Ja, we hebben alleen die en die. En hoewel, ik zie geen ballen meer. Echt niet? Je ziet alleen zo'n mega dingen en zo. En dingen van 50, 40 euro, daar staan van LOL. Oh, oké. Okay. Wij zijn inmiddels weer terug van de stad. We zijn dus naar het kattencafé geweest. We hebben een cadeautje gekocht voor Vaderdag. En Haley en Heden hebben allebei nog iets gekocht in de speelgoedwinkel van hun zak geld. Even kijken, Heden die had Lego gekocht en Haley die had een, hoe heet het ook alweer, zo'n pop? Zo'n Monster High gekocht. Oh ja, een Monster High pop, die vindt ze heel erg mooi. Dus wij zijn weer lekker thuis en we gaan zo meteen eten. En Haley is ondertussen eventjes aan het tekenen voor haar kamer. Oh, voor Vaderdag is een tekening aan het maken. Kijk die ook. Ben je aan het maken? Kijk dat ook hoe ik dat heb gedaan. Dat hebben we met twee kleuren groen gedaan, hè? Dat oog. Oh, ik zie het. Oh, hier, kijk. Met deze groen. Ja. En deze groen. Ah, goed zeg. Heel mooi. Een beetje een soort van glans en een beetje diepte in het oog, hè? Ja. En wat is het? Is het een vosje of is het een poes? Of... Poes. Een poes. Lijkt een beetje op Arvin. Ah, je hebt je laten inspireren door die grote kat van het kattencafé. Ja. Die vindt papa heel mooi. Ah. Hij staat ook op. Oh. Fijne Vaderdag voor papa. Dus ik was heel blij mee. Het hele een knutselwerkje, jij een tekening en dan hebben we twee cadeautjes voor hem. En een lekker ontbijtje op bed. En we maken ontbijt op bed, ja. Dus Haley, ze is even lekker aan het tekenen. Ik ga zo meteen eten maken. En Haley is lekker bij een vriendje, bij een buurjongetje in de tuin aan het spelen. Dus ja, en ja, morgen is het zondag. En ja, heb ik nog niet, ja, het is dus Vaderdag, maar ik heb niet echt iets speciaals op de planning staan. Ik denk dat we gewoon morgen lekker thuis blijven. Misschien dat we ondertussen eventjes een leuke sketch of zo gaan maken. Even kijken of we daar morgen of we daar zin in hebben. We zien het wel. We hebben in ieder geval niks op de planning. Dus dat was in ieder geval de zaterdag. Tot morgen. Het is vandaag zondag en voor mij is het nu avond. En ik hoop voor iedereen is het nu avond. Maar voor jullie dus niet. Als jullie deze video in de avond kijken, dan is het voor jullie in de avond. Maar als jullie hem in de ochtend of middag kijken, is het in de middag. Of misschien kijken jullie hem wel in de nacht. Of 8 uur 's ochtends, misschien wel 6 uur 's ochtends. Nou, ik ga lekker een dagboek van de mus lezen. En dan de laatste paar minuutjes ga ik ook gewoon even lekker op mijn telefoon. En ja, kijk, ik heb dus 4 dagboek van de mussen. En ze hebben allemaal iets. Ja, 5 inmiddels al. Ja, 5. Kijk, ze hebben allemaal iets speciaals. Deze heb ik gekregen van mijn beste BFF Joy, want ze had hem 2 keer. En ze heeft nog een boek 2 keer, dus daar heb ik er bij de zelfs. Alweer. Ja, ik weet niet hoe ze die boekje 2 keer krijgt, maar... En daar... En ik doe ze nu... Oh, wacht, ik ga ze wel op volgorde doen. Ja, goed idee. En toen, omdat deze foto op Instagram werd geplaatst, gingen de makers van het dagboek van de muts... hebben mij de allernieuwste party stress gestuurd. En ja, kijk, dit is dus de allernieuwste. Ze blijven nog maken, dus niet de allerlaatste dus. En ja, die kreeg ik. En ik was daar super blij mee. Ik heb er al echt... Dus ik heb ze allemaal uitgelezen, alleen deze 2 nog. En deze ga ik beginnen, want deze ben ik bijna op de helft. Daarna heb ik deze bij Koningsdag gescoord. Ze waren allemaal weg, maar ik dacht, hé, dit is deze, is er nog, dus laat ik deze halen. Ja, die heb ik ook al uitgelezen. Dus
die is van Koningsdag. En toen werd nog een keer zo'n dagboek van de Mutsenaars opgestuurd. En ik kreeg dus Hopeloos Verliefd. Die is eigenlijk leuk. Ik ben bijna op de helft bij die. En ja, mama was voorheen een vriendenboekje aan het halen. En ze kwam een dagboek van de Mutsenaars tegen. Ze zag deze en deze liggen. Dus ze had deze voor me gehad. Pips S voor even. En zal ik jullie nog iets superleuks laten zien. Er zit één poppetje in. En die heet Haley. Ik heb het gevonden. En het is mijn favoriete poppetje. En kijk. Oomtje gaat dus. Dit is Nicky. En ja. Zo schrijf je mijn naam dus ook echt. Overdag hebben we niet echt gevlogd. Mm-hmm. Maar wat hebben we vandaag een beetje gedaan? Nou, een beetje gechilled en zo. Gedoucht en... En een stukje van sketch opgenomen. Ja, van een sketch. Want er komt een nieuwe sketch. Ja. We gaan nog lekker niet zeggen. Wat voor sketch? Ja, maar dat zien jullie wel als die online komt. Ja, maar die nemen altijd in stukjes op, hè, sketches. Dus we hebben vandaag het eerste stukje op. De dagboek van de muts voelt zo lekker als hij net nieuw is. Ja. Nou, weet je wat? Ga jij lekker lezen? Ik ga nu lekker lezen en even op mijn telefoon. En dan ga ik ook slapen. En nu ga ik afsluiten. Kijk, en trouwens... Dit is mijn lievelingsknuffel Max en daar kan ik niet zonder mee slapen, dus daarom zit hij elke nacht naast mij. Kan je niet slapen zonder knuffel, vooral deze. Ja. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken, want dan mis je nooit meer een video. Doei! Doei!